ga jullie weer eens mijn stash laten zien. En volgens mij is het alweer 3 maanden geleden of zo. En het was weer eens tijd voor een update. En er was sowieso heel erg veel vraag naar. Dus als je wil zien hoe mijn stash er op dit moment uitziet, moet je vooral nu blijven kijken. Aan de opstelling is er niet echt heel erg veel veranderd. Ik heb het nog steeds in deze Xenos laadjes. En op dit bureau met een stoel. En nou ja, in dit zit dus al mijn make-up. En daarbovenop zit wat ik sinds kort heb, de Beauty Blender. En ik ben er echt heel erg blij mee. Het was echt een super aankoop. Ik gebruik het nu ook elke dag. Ik heb hem volgens mij nu een halve week of zo. En ja, ik heb mijn kwasten heb ik niet gebruikt. Nou ja, gezichtskwasten dan. Ik vind hem echt heel erg fijn. Wat ik nog daarvan moet kopen is de cleanser, maar ik kan niet genoeg geld om die er ook nog bij te kopen, dus die komt er nog wel aan. En er komt nog een review over. Nou, hierachter zitten wat lege potjes en ja, spuitbussen en eigenlijk datten. En ja, die heb ik daar gewoon staan voor als ik bijvoorbeeld daar nog een keertje iets in wil doen. En daar staat lijm. Nou, hierboven is het eigenlijk een beetje een rommelbakje. Allemaal lege doosjes. Daar doe ik eigenlijk nooit zo heel veel mee. Nou, dit zijn mijn gezichtsproducten. Ik weet eigenlijk niet echt of het nou heel erg is gegroeid. Ik weet niet meer hoe het er nou een paar maanden geleden uitzag. Maar er zal natuurlijk wel wat zijn bijgekomen. En even kijken. De foundation die ik op dit moment heel veel gebruik is die van Elf. Minerale foundation en nog steeds die van Maybelline. En die heb ik volgens mij nu al een half jaar. En hij is echt nog helemaal niet leeg. Volgens mij is hij nu voor de helft leeg of zo. En daar doe je het echt heel erg lang mee. M&I. Sporty. Een foundation primer van Kors. Catrice. Een Sporty. Ethos. Maybelline. Hema. Essence. Kijken. Welke blush ik nu het meest gebruik is deze rozige kleur van M&I. En ik heb ook een donkerdere kleur, een beetje een wijnkleur. Die gebruik ik niet zo heel erg vaak, maar ik vind hem wel echt heel erg mooi. Nou, mijn favoriete la is de oogschaduwla. En nog steeds een beetje dezelfde opstelling. Nog steeds met deze, in dit soort rijtjes. En nog steeds met labeltjes. Als je wil weten hoe je dit allemaal kan labelen, moet je kijken naar het filmpje. Die heb ik er ook van gemaakt, dus dan moet je maar even kijken. En even kijken. Ja, ik ga er even doorheen. Nou, dit is Bijou. Dat is ook Bijou. Ook Bijou. Dit is Essence, Rimmel, Wet n Wild. Even kijken, ook een Wet n Wild. Wet n Wild. Casserole. En dit zijn allemaal van LA Colors. Deze is Milani, Catrice, NYX. En Hema. En dan heb ik hier een paletje van Beauty Treat. En die vind ik echt heel erg mooi. Echt prachtige kleurtjes. En dit is in de kleur Bronze Red. En ik heb deze ook samen met de Beauty Blender gekocht. En ik heb hem nu ook echt heel erg vaak al gebruikt. En dit is 2 paletjes van Sleek. Dit is de original. Die heb ik ook nieuw. En daaronder zit Storm. En dit zijn eigenlijk al mijn oogschaduws met maar 1 kleur. En hier heb ik wat overpottingen. Nou, dit is eigenlijk mijn bakje wat ik bijna nooit gebruik. Overpottingen zonder merk. Rimmel. Essence, Fancy en daarachter zit ook iets zonder merk. Deze gebruik ik wel vaak. M&I, NYX, Sinful Colors, NYX. Hier 2 baked eyeshadows van Essence, daarachter eentje van Arissa. Catrice, Miss Porty en dat was dit. Nou, dit is dus mijn oogschaduw. Wat ook wel erg gegroeid is mijn lippenbak. Dit is dus mijn lipbalsem, lipstick en lipgloss. En even kijken. Ja. Wat ik heel erg veel heb gekocht is lipglossjes
van M&I. Ik heb er volgens mij nu iets van 6 of zo. En ik heb, even kijken, in deze vorm heb ik er 4. Huppakee. Nou, deze zijn 4 die ik dus in deze vorm heb. En ik heb ook nog een paar tubes. En ik heb ook nog een paar dingen van Essence gekocht in dit soort tubetjes. Die vind ik gewoon handig. Zijn klein en handig om mee te nemen. En ik heb deze aangekocht. Vaseline potje voor naar school. Erg fijn. Ja, ik weet niet zo goed wat ik nog hiermee moet vertellen. Mijn favoriete van lipgloss is, ik denk toch die van M&I. En NYX. Die is ook echt heel erg fijn. Deze heb ik nog een rode kleur van. En even kijken. Lipstick is NYX. En kijken wat nog meer. Ja, eigenlijk gewoon NYX. Oh ja, en er ook nog een heel erg fijne is er van Catrice. Die moet hier ergens zijn. Dat is deze. En dit is echt de perfecte nude kleur voor mij. Dat gebruik ik heel vaak gewoon voor als het, ja, het is heel erg onopvallend voor mij dan. En mijn lipbalsem favorieten zijn, even kijken, ja, Vaseline, lipsmackers en ja, dat. Nou, dit was dus mijn lippenla. Dit is een beetje de overige, basisen, mascara, eyeliner, oogpotlood, wenkbrauw spullen. En de mascara die ik nu gebruik is die van Maybelline en, even kijken, Evelien. Oepsie. Laat ik even dingen vallen. Lekker. En als basis gebruik ik deze al een hele tijd. Oogpotlood gebruik ik nu deze. Dus niks jumbo. En die heb ik ook nieuw gekocht. Elf gebruik ik voor mijn wenkbrauwen. En de eyeliner die ik nu vaak gebruik is die van Rimmel. Deze. Erg fijn. En dat was eigenlijk gewoon mijn make-up. Dan heb ik hier een spiegeltje. En ja, gezichtsreinigingsdoekjes, monstertjes, parfum. En daarachter volgens mij nog een 2 nagellakjes. Oorbellen zitten in dat pakje. Nou, dit zijn mijn kwasten. Ze moeten echt heel nodig worden schoongemaakt, maar ik stel het de hele tijd uit. Hierin heb ik mijn watjes en wat staafjes. Ik krijg hem alleen niet open. Kom op, ga open. Zo, deze. Daarachter een prullenbakje. Dit zijn producten die ik vaak gebruik. Even kijken. Ja, 2 borstels. Eentje gewoon waar er gewoon schoon haar bij zit. En bij de ander zit moes in. Of haarspray. Want ik ga mijn haar niet borstelen, zeg maar, als er al allerlei troep in zit, weet je. Dus ik heb daar 2 borstels voor. En even kijken. Een crème van Nivea. Een anti-spot spul van Clinique. Destillerende. Nee, wacht. Nou, cleansing hand gel. Dagcrème. En een tandenborstel. En ik heb hier kauwgom in zitten. En jullie moeten heel, heel boos op mij worden. Ik zie wel eens, dan heb ik, ja, ik gebruik altijd kauwgom als ik mijn make-up doe. Want, ja, dat vind ik gewoon, ja, ik doe mijn make-up als ik ergens naartoe ga. En, ja, dan ga ik altijd dus kauwgom in mijn mond doen, zodat ik gewoon fris ruik eigenlijk. Maar dat is echt een enorme, ja, een gewoonte geworden. En ook wanneer ik een filmpje opneem, dan denk ik er gewoon niet over na van, oh, ik maak een filmpje, dus dan moet ik geen kauwgom in mijn mond hebben. Dat vind ik echt heel erg vervelend. Dus dan ben ik een filmpje aan het bewerken en dan zie ik opeens dat ik kauwgom in mijn mond heb. En dat ziet er echt verschrikkelijk stom uit. Zie ik eruit als een lama. En echt enorm asociaal staat het. Maar dan heb ik dus de keus om of niet het filmpje online te zetten, of wel. En ik kan hem niet opnieuw opnemen, want daar heb ik echt niet de tijd voor. Dus jullie moeten echt heel erg boos op mij worden als jullie iets zien. En hopelijk is dat dan een erg goede motivatie om dus niet te vergeten dat ik geen kauwgom in mijn mond heb. En ja, dit zijn vooral mijn haarspullen. Moes en even kijken, spray. Een krultang.
gezichtsspullen en mijn palet. Even kijken. Dit is de make-up reiniger die ik nu vooral gebruik. Die van Bourjois. Die gebruik ik echt al jaren. En ook mijn gezichtsreinigingsspullen zijn ook van Bourjois. Eigenlijk al mijn reinigingsdingen zijn van Bourjois. Ik vind het gewoon een super fijn merk. En dit is een face scrub. Dit is een face wash. En mijn douche scrub is ook van Bourjois. En mijn douche gel is ook van Bourjois. Lekker. Ja. Knijp body lotion. Die is echt heel erg fijn. Ja, hier zitten mijn haarspullen in. Dit is het, even kijken, 96 lipkleuren palet van NYX. Blush palet, neutraal palet, 120 kleuren palet en een palet. Hier zo van Casual, gebruik ik echt never, nooit. En dat was eigenlijk dit. Nou, dan heb ik hier nog een paar kleine dingetjes in zitten. Hier zitten mijn wimpers in. Hier zitten wat glitter dingetjes in en rhinestones. Oeps. Hierin zitten hotelgifts in. Nou, dit is overig. Doe ik nooit eens mee. Even kijken. Dit zijn veel miskopen. Maar ja, deze dus. Deze is een... Even kijken. Ik dacht dat dit een foundation was van de Ethos. Maar het blijkt dus een... Ja, een crème te zijn anti-rimpel. Dus ja, daar doe ik echt niks mee. Dit zijn twee... dingetjes van Lancaster. Deze die is een beetje viezig. En deze die is anti-rimpel. Dus die gebruik ik niet. Een schaar en deze. Maar die vind ik veel te vettig. En hij trekt echt heel langzaam in. Dus die gebruik ik ook bijna nooit. Nou, hierin is echt troep. Er zijn potloden, pennen en labeltjes. En hier zitten dingen in voor mijn gezondheid. Dus... Nou ja, anti-muggenspray. Ja, eigenlijk dat soort dingen. En daarachter zitten mijn sieraden in. Maar dat zit niet bij mijn make-up stash, dus dat laat ik niet zien. En dit zijn allemaal toilettasjes. En kwastenrol. En ja, eigenlijk dat soort dingetjes. Maar de ja, make-up tasje wat ik nu vooral gebruik als ik gewoon naar school ga en zo, is deze. Want die is lekker klein en daar zit een spiegeltje bij. En dat was eigenlijk mijn hele make-up stash van nu. Het is nu, even kijken, 13 november 2010. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En kijk ook even op mijn site voor als je nog reviews over deze producten wil zien. En als je nog een request hebt of je wil nog iets extra's weten, kan je me mailen. Of ja, gewoon een comment achterlaten. Doe wat je wil. En bedankt voor het kijken. You were to knock me down, I just get up again.